dat ik het moet doen, maar het doel is niet fijn. Nee. We zijn hier vandaag omdat wij het nieuwe kruispunt hebben geëvalueerd, hebben bekeken met de fietsers die er passeerden, hoe zij deze nieuwe situatie hebben ervaren. Meneer Maathuis, u heeft zojuist een rapport ontvangen. Ja. Waar gaat dat over? Het is de evaluatie van het kruispunt voor het fietsverkeer, van het kruispunt Schuilenburg-Singel, Bleskoog-Singel en de Plesmanweg. Daar hebben we een nieuw schuin oversteeksysteem voor fietsers. De Fietsersbond wilde dat graag voor ons evalueren, omdat dat toch wel wennen is voor de fietser. En dat rapport dat heb ik ontvangen en in ontvangst genomen en daar ben ik blij mee. En nu hadden ze de tijd om te wennen aan die situatie. En daarom hebben wij in overleg met meneer Rob Hulleman besloten om te kijken, wat vinden fietsers er nu van? Zelf vind ik dat het voetpad voor de fietsers die rechtdoor willen heel veel gebruikt wordt. En ik kan het begrijpen, want nu moeten ze allemaal wachten, iedereen, tot de lichten groen worden voor de fietsers, voor iedereen tegelijk, terwijl het soms sneller gaat om via het voetpad te gaan. En er zijn niet zoveel voetgangers, dus eigenlijk fietsen ze niemand in de weg. Dus dat kan ik me voorstellen. Daarnaast vind ik dat de bewegwijzering er ontbreekt en we zouden heel erg graag willen dat er goede bewegwijzering is. Je ziet op dit kruispunt zoveel grote auto's staan, vrachtwagens. En op het moment dat jij denkt, nu mag ik oversteken, denk je, heb ik tijd genoeg? Ga ik dat redden? Dat is in de beginsituatie zo. Ik zie nu weer daar fietsers over het voetgangerspad gaan. En ik denk, dat had voorkomen kunnen worden. Want als de mensen die gewoon rechtdoor moeten, dan die hoeven zich niet op dat kruispunt te begeven. Nou, dat zijn dingen waar je nu uit kunt leren. Ook om richtingen van tevoren goed aan te geven, kan je ervan leren en kan je dat meenemen bij je besluitvorming voor een andere keer. Mocht dit een succes zijn, komen er dan meer kruispunten op deze manier? Dat weten we nog niet. Uit de evaluatie komt wel naar voren dat heel veel fietsers moeten wennen, dus dat moeten we ook de tijd geven. Er komt ook nadrukkelijk aan de orde dat we in de bebording misschien nog wel een aantal verbeterpunten kunnen toepassen. Dat gaan we dan ook doen. Andere kruispunten zijn weer anders en ook daar kijken we per situatie op het moment dat dat opnieuw moet worden ingericht of dit een goed concept is of niet. Dat ligt aan de verkeersintensiteit en hoe vaak die kruising gebruikt wordt.